Het verkrijgen in eigendom van terreinen door vreemde mogendheden, daarover wil ik het hebben. Dit zei de fractieleider van NPS, Gregory Rusland, afgelopen dinsdag in het parlement. Volgens de fractieleider was zijn discussiepunt dat wanneer het gaat om het geven van grond voor andere doeleinden dan het faciliteren van kantoren en verblijf van mensen erover gecommuniceerd moet worden. Na mijn laatste opmerkingen hier in het parlement heb ik gemerkt dat er een actie op touw is gezet, waarbij zelfs personen op de radio komen om allerlei zaken te vertellen en de zaak te trekken in een etnische sfeer wat kwaadaardig is. Allerlei zaken aan te halen die niet to the point zijn waar ik het over gehad heb. Voorzitter, waar ik het over heb gehad de laatste keer is het feit dat wij vanwege het verdrag van Wenen als land moeten zorgen en ondersteunen de faciliteiten met betrekking tot kantoor, tot verblijf en dergelijke van functionarissen van vreemde mogendheden en vreemde mogendheden accommoderen op die manier. En de president geeft hier aan dat deze zaak eigenlijk al heel lange tijd in voorbereiding is, voorzitter. En dat kan. Maar is het zo dat er iets lang in voorbereiding is het geven van grond in eigendom? En bovendien, voorzitter, zeg ik dat waar het om gaat is mijn discussiepunt was van wanneer het gaat om het geven van grond voor andere doeleinden dan het faciliteren van kantoren en verblijf van mensen, dan moeten we erover praten. Daar had ik het over. Dus ik zeg niet nee, ik zeg als Suriname, als Suriname, moeten we een duidelijk beleid hebben wat deze issue betreft. En wanneer we dat met z'n allen besproken hebben en weten van luister, anybody die komt, kunnen we eigendom geven voor wat voor doeleinden dan ook, dan is dat het. Als we afspreken dat het voor specifieke doeleinden is, dan is dat het. Daar ging het om. En ik wil waarschuwen voor die kwaadaardige tendensen die we zien, dat mensen vragen om op de radio te komen en allerlei verhalen vertellen, zogenaamd vanuit de deskundigheid, alleen om een belang te verdedigen. Wij zijn hier, laat het duidelijk zijn, voor het Surinaams belang. En geen enkel ander specifiek belang. Volgens de fractieleider van VHP, Asis Kumar Gayadin, moeten we de wetgeving respecteren. Voorzitter, wanneer hier in het parlement door de regering aangegeven wordt dat er wetgeving zoals die in het land bestaat in acht is genomen met betrekking tot uitgifte van gronden aan buitenlandse mogelijkheden en onder welke voorwaarden, dat dienen we onze wetgeving te respecteren. En niet te wegrennen voor verantwoordelijkheden wanneer je als politieke organisatie verantwoordelijkheid krijgt in het land om het land mede te helpen besturen, om dan weg te rennen, voorzitter. Voorzitter, wij hebben een regering. En we roepen de regering ook op. Wanneer deze zaken aangegeven worden, dat men beleid ontwikkelt en daarvoor aangegeven heeft dat er zaken zijn die nog afgerond moeten worden en gepresenteerd zullen worden, voorzitter, dan roepen we ook de regering op. Als het gaat om goudsector, hier is aangegeven, we hebben vaker hier geroepen voor betere ordening, ordening van de goudsector, regering, president, VP, we roepen u op om zo snel als mogelijk de ordening van de goudsector ter hand te nemen. Het mag niet zo zijn dat het alleen maar om de handhaving van welk materiaal wel gebruikt kan worden, want ook kwik is schadelijk voor ons milieu. We moeten ervoor zorgen dat we kwik uitbannen. Maar daarvoor moeten we alternatieven creëren voor de mensen. En daar moeten we naleven, voorzitter. Ook president Chandrika Prasad Santokhi deed zijn uitspraak hierover. De regering volgt niks anders dan de wettelijke regelingen. Er is een wet daar, meneer voorzitter. Als anderen het niet hebben toegepast, kan ik niks eraan doen. Het zegt alleen wat over hun leiderschap. Wij houden ons aan leiderschap. Vooral in een interstatelijke samenwerking, meneer voorzitter. En we hebben ervoor gezorgd dat conform regelgeving dit voor eens en voor altijd is opgelost. Met ook randvoorwaarden, met ook beperkingen, meneer voorzitter.
Dus wat dat betreft weten we dat we aan de zijde van het Surinaams belang staan, meneer voorzitter.